Goed, dan gaan we met het volgende onderdeel verder. En dat is een gesprek, een soort gezamenlijk interview met Dorien Brinkhoff en Raïma de Lange. En nou, we kennen elkaar vanuit de making of het boek. En ook al wat langer, zo in de wereld van nieuw organiseren en nieuw leiderschap. En misschien maar beginnen met de vraag, er is al veel gepasseerd. Stuk voor stuk aan jullie de vraag. Kort even, wie ben je, vanuit welke organisatie en wat is je fascinatie met nieuw leiderschap? Dan begin ik met jou graag. Ja, ik ben Dorien Brinkhoff, ik werk bij Ravant, medespecialist in remediatie in het zuiden des lands. En ik werd nieuwsgierig door jouw aankondiging van het boek over nieuw leiderschap, omdat ik merkte dat ik de afgelopen jaren zeer geïnspireerd ben geraakt door de ontmoetingen die voortkwamen uit nieuw organiseren. En in het werk in de gezondheidszorginstelling heb je veel verschillende manieren van organiseren al tegengekomen de afgelopen jaren. En waar ook verschillende variaties van leiderschap bij horen. En ik merkte dat ik ook nog wel midden in een zoektocht zat. Ik dacht, ik ben benieuwd wat Toon daarover gaat schrijven. Dus vandaar. Mooi, dankjewel. Ja. En Raïma. Ik ben Raïma de Lange. Ik ben sinds bijna 25 jaar actief in de olie- en gasindustrie. Ik ben een engineer van de opleiding, gepassioneerd over ondernemen en mensen, mensen ontmoeten. En sinds een aantal jaren actief met nieuw leiderschap, als ik jouw boek lees. Wat is er meer dan traditioneel en hoe bevrijden we de potentie van de organisatie en van mensen? En dat brengt me in contact met alles wat ons verder helpt. Ja. Wat is voor jou daar een kernpunt in? De mens. Alles draait, als je kijkt naar hoe we op dit moment de organisatie hebben georganiseerd, dan is het interessant dat mens vaak ingezet wordt als onderdeel van de machine. Die ergens voor ingericht is en capaciteit opvult en taakgericht werkt. Terwijl de ware potentie van de mens daar eigenlijk in achterblijft. Als je de potentie gaat bevrijden van een individu in hoe die zich emotioneel verbindt met wat hij doet en een hoger doel kan dienen, dan komt er veel creativiteit los, veel ideeën los, veel levenslust los. En dat is eigenlijk een hele natuurlijke staat van zijn. Kun je iets zeggen over dat potentieel vrijmaken, hoe je dat concreet doet? Ja, potentieel vrijmaken gaat over een innerlijke vindtocht. Het gaat in eerste instantie over iets wat je in jezelf vindt. Hè, dus waar ook nieuw leiderschap voor mij over gaat. Om het beste van jezelf aan het collectief te geven. Wie ben ik en waarom ben ik hier? Dus dat soort vragen zijn bijvoorbeeld bij onze hiring van nieuwe collega's belangrijk. Ja, wat weet je eigenlijk van jezelf? En wat heb je meegemaakt waardoor je hebt ontdekt wie je bent en waarom je eigenlijk hier bent op deze aardkloot? En hoe maak je de verbinding tussen persoonlijke purpose en purpose van de organisatie? Ja, onze organisatiepurpose is een grote purpose. De olie- en gasindustrie transformeren. Ik ken niet veel mensen die ik tegenkom die dan zeggen, oh, dat is ook mijn purpose. Waar kan ik tekenen? En dat is ook helemaal niet het punt. Het punt is, als ik voor mezelf uitvind waarom ik hier ben, dan kan ik reflecteren op hoe het werk wat ik doe een expressie is van mijn persoonlijke purpose. En dat waarom ik, waar ik mee geladen ben, waar ik mee vooruit wil. En dat betekent misschien dat ik een bepaald gedeelte van werk of een gedeelte van de organisatie het beste kon ondersteunen. En bepaalde organisaties, bepaalde purposes wel en andere misschien minder. En is dat bij jullie dan ook gesprek als het gaat over wie pakt welke rollen op of wie pakt welk project op? Ja, zeker. Dat is een belangrijke check die onze circle leads, we zijn holocaustie-participanten. Onze circle leads zijn verantwoordelijk voor de rolvervullers, voor wie een rol vervult.
En een van de gesprekken die we dan met elkaar hebben als member role alignment, een van de vragen die daar naar voren komt is, wat is je commitment naar de rol? En de diepste commitment die iemand kan geven is een integriteitscheck vanuit zelf. Is dit ook wat ik wil? En waarom wil ik dat dan? Yeah. En als je persoonlijke purpose spreekt in de rollen die je vervult, dan is dat heel obvious. En dan is dat, ja, en dan gaat het natuurlijk ook als een spier, als er zoveel energie op zit. Precies, ja. Mooi, ja. Dankjewel. Ja. Doreen, als het gaat over vaardigheden voor nieuw leiderschap. Wat is in jouw ervaring belangrijk? In mijn ervaring is wel echt belangrijk luisteren. Dus meer nog luisteren dan al denken dat je weet dat er gezegd wordt, zeg maar. En in een rol als manager is het daarmee ook wel voor mij loskomen van de verwachtingen van anderen aan mij, maar ook van de verwachtingen van mezelf, bijvoorbeeld in een rol. Dus het gaat dan voor mij ook om bij dat luisteren, om echt nieuwsgierig zijn, oprecht nieuwsgierig te zijn en door te vragen naar wat de ander beweegt. Hè. Een beetje ook wat Raema zegt, alleen wij spreken dan in de gezondheidszorg toch nog wel een iets andere taal. Maar wel inderdaad daar oprecht nieuwsgierig naar zijn. En ook soms loskomen van de beelden die er zijn van de rol van manager. En in de organisatie waar ik werk, werken hoogopgeleide professionals. Ik vind het daarin absoluut heel makkelijk om op de inhoud ook mezelf onwetend te kunnen laten zijn, zeg maar. Want zij hebben veel meer verstand van de inhoud van het werken dan ik. Ik heb daar eigenlijk geen verstand van. Maar je merkt toch bij thema's, als het gaat over hoe organiseren we de dingen, hoe organiseren we ze efficiënt, hoe gaan we om met thema's rondom bedrijfsvoering of efficiëntie, dat het toch nog geneigd wordt wel ook naar mij te kijken. Terwijl rondom processen, hoe organiseren we het werk het slimst, dan zijn natuurlijk ook mensen zelf heel vaak veel wijzer dan dat ik dat kan zijn. Dus ik probeer die wijsheid wel aan te spreken. En dat betekent inderdaad soms wel dat ik ook moet zorgen dat mensen niet naar mij kijken, maar elkaar bevragen. Dus dat is een interessante ontwikkeling en beweging. Oh ja, ja. En kun je iets van een voorbeeld geven van waar je dat aan het uitproberen bent of waar je dat gedaan hebt en hoe dat werkt, dat oplevert? Een voorbeeld is in ieder geval binnen de afdeling waar ik leiding aan geef. Was niet zo duidelijk, zeg maar, waar er gestuurd werd bijvoorbeeld op instroom en doorstroom. Van, het gaat dan bij ons, noemen wij dat revalidanten in de revalidatiesector. En ik wilde daar eigenlijk de juiste mensen voor bij elkaar zitten en dan ook niet zelf daar onderdeel van zijn. En ik noemde dat gremium en procesplein. En ik heb eigenlijk grofweg 4 onderdelen binnen mijn afdeling. En een paar jaar geleden had ik de mensen, een secretaresse, een planner en in ons geval noemen we dat dan een case manager, bij elkaar gezet. Om dat proces ook goed te sturen van instroom, doorstroom, aantal verwijzingen, wachtduur. Dat de juiste mensen op het juiste moment aan de beurt komen. En die pakte dat eigenlijk goed op. Dus dat loopt eigenlijk goed als een speer. Maar ik heb nog 3 onderdelen waar ik uiteindelijk eenzelfde gremium probeerde op te tuigen. En dan zie je toch dat het op een andere plek ineens helemaal niet van de grond komt. En dat heeft dan inderdaad te maken met waar zijn de eigen mensen ook in hun rolopvatting. Hoe werken ze met elkaar samen? Waar zijn ze nieuwsgierig van naar elkaar? En in mijn geval heb ik eigenlijk ook een paar keer begeleid, maar het vrij snel losgelaten, ook wel tijd gedreven. Hè? Want ik zo van, goh, jullie kunnen dat vast en ik heb eigenlijk geen tijd om jullie daar veel mee op weg te helpen. Maar ik merk op een gegeven moment soms toch dat ik ze dan overvraagd heb. En dus dan heb ik eigenlijk toch niet heel goed doorgeluisterd naar of zij echt goed klaarstaan voor de klus. Hè, voor dit onderdeel van de klus in ons proces. Dan heb ik wat herstelwerk te doen. Ja, mooi. Ja, ja. Ik schrijf er in mijn boek over, zeg ik van ja, verantwoordelijkheden overdragen, leiderschap delen is eigenlijk 2 keer ja. Het is ja van dat je moet loslaten, maar het moet ook opgevangen worden. Ja. En dat is eigenlijk een heel fijn, precies proces is dat. Ja, hè? Ja. Ja. Nou ja, en in dat ja zit dan ook nog inderdaad, we gaan het wel proberen. Of als jij iets zegt, dan zullen wij dat wel kunnen. Dus er zit ook daarin zit weer dat luisteren. Van hoe klinkt dat ja? Klinkt dat voor overtuiging? Hè? Moet ik dat nog eens toetsen de andere dag? Of het nog steeds ja is? Of als iemand een nachtje overgeslapen heeft? Dus er zit voor mij ook wel een goed luisteropdracht, zeg maar, nog steeds bij. Ook al heb je die 2 keer ja. Ja, want de ene ja is niet hetzelfde als de andere ja. Ja. Mooi, dankjewel. Ja.
Reema, voor jou, wat zijn cruciale vaardigheden voor nieuw leiderschap? Nieuw leiderschap gaat vooral over diep luisteren, dus waarnemen. En dat is niet alleen maar aanwezigheid van mensen, maar ook tijd nemen om in stilte te voelen wat er gebeurt in een organisatie. Een organisatie heeft een verhaal te vertellen. Een organisatie is een levend organisme. Dus het is net als een mens heeft het een verhaal en heeft het een bestaan. Ja, nieuw leiderschap gaat dan voor mij over verbeeldingskracht. Het gaat over kunnen zien wat het in potentie is. En je niet laten afleiden door wat er soms gebeurt. Omdat fouten gemaakt moeten worden om te kunnen leren en verder te komen. Dat betekent niet dat je negeert wat er is, want de realiteit is de realiteit. Maar gewoon dat het niet je aandacht pakt. Dus compassie over empathie. Dat is voor mij een belangrijke kracht van nieuw leiderschap. Mooi. Kun je daar iets van een voorbeeld geven waar je dat waar je tegen bent gekomen, hoe je daarin op hebt geageerd? Ja, zeker. Als je persoonlijke thema's hebt, die spelen in. We hebben allemaal onze sterkere momenten en minder sterke momenten. Als je in energie praat, dan heb je het over, ben je meer aligned of minder aligned? Voel je je beter, voel je je minder goed? Maakt niet uit hoe je het uitlegt. We zijn natuurlijk allemaal, hebben we aangeleerd, tot een beetje het Calvinistische, we zullen doorgaan. En dus gebeurt het ook wel dat mensen op kantoor komen of in meetings opkomen dagen. En heel duidelijk is dat ze gewoon eigenlijk daar niet hadden willen zijn. Gewoon dat ze er emotioneel niet zijn. Dan is het natuurlijk een soort van neiging of iets wat we geleerd hebben om dan in empathie met iemand in de pit te springen. En te gaan voelen wat de ander voelt. En dat menselijk is. Dat is een soort van wat we geleerd hebben. Maar het is veel krachtiger om te kunnen blijven waar je bent. En oren te hebben over wat er gezegd wordt. Daar erkenning voor te geven. En te horen dat het er mag zijn. En vervolgens de rots te zijn waar iemand weer naar terug kan zwemmen. Of weer op kan alignen. Zodat iemand makkelijk weer herkent. Ik ben even off. Maar dit herinnert me aan wie ik werkelijk ben. En dus is het makkelijk om weer terug te vieren en makkelijk om weer in mijn kracht te stappen. En dat zijn praktijkvoorbeelden waar we elkaar ontzettend mee helpen binnen de groep. Ja, mooi, dankjewel. Ja, dat herinner me in mijn boek, noem ik iets van de stap maken van drama, hè, van de emoties, naar de intentie. En eigenlijk kent iedereen beide, want af en toe zit je in gedoe. Maar hoe kun je elkaar weer terugbrengen naar van, hoe wil je het doen en waarvoor zijn we hier? Wat willen we creëren met elkaar? En dus eigenlijk elkaar daarin helpen, hè? Dat is eigenlijk wat je ook aangeeft. Ja, en daar komen we allerlei elementen tegen. Hè? Dus de pijn van ergens doorheen gaan of iets wat gewoon niet lukt. En de wanhoop die je daarbij voelt, allemaal hele geldige emoties. Het zijn fases waar een proces doorheen gaat. Het herinnert me aan Henry Ford die zijn engineers de eerste V8 liet ontwikkelen. En 2 jaar lang gingen die mannen door een hel, want ze wisten echt niet hoe ze dat moesten gaan doen. Ja. Ze hadden nog nooit een motor ontworpen, dus dat ging met falen opstaan. En regelmatig kwamen ze aan zijn bureau en zeiden, meneer Ford, het gaat niet worden. En met een duidelijkheid en een overtuiging vertelden ze toch steeds weer, wij gaan het doen. Dus ga het doen, stap over je angsten, laat je niet weerhouden in dat het geld kost of... En dat team bewoog ergens doorheen en dat heeft een enorme voorsprong vooral in die tijd, een enorme voorsprong in ontwikkeling gebracht. Ja, heel mooi, interessant. Ja, dus dat is eigenlijk de kracht van focus en van volhouden, met aandacht voor al het menselijke, maar je daar niet door laten afleiden. Ja, mooi, dankjewel. Ja. Dorien, nieuw leiderschap, hè? Wat voor mogelijkheden zie je daarvoor in de omgeving waar je werkt? Wat zou dat kunnen geven ten opzichte van hoe,
ja, wat is daar het potentieel van? Ik denk dat er ontzettend potentieel zit omdat het eigenlijk alle mensen in de organisatie heel sterk kan aanspreken op medeverantwoordelijk zijn voor de prestatie die we leveren met z'n allen. Dus ik denk dat het in het verhaal van Tom kwam ook een beetje terug van de baas zijn, zeg maar. Doet dat ertoe of niet? Ik denk in de gezondheidszorg is het heel evident dat, dat we met z'n allen de klus kwamen. Dat de mensen, zeg maar, in het ziekenhuis zet je de handen aan het bed en dat is in ons geval dan niet zo sterk. Maar wel dat het daar gebeurt. En tegelijkertijd heb je elkaar gewoon keihard nodig. En hoe ziet dat eruit? Nou ja, het woord luisteren valt natuurlijk een paar keer. Ik denk dat bij dat luisteren hoort ook wel open zijn over wie ben ik. Met welke verwachtingen ben ik met jou in contact? Met welke verwachtingen ben ik met jou de klus aan het klaren? Dus echt verbinden met elkaar. En daar ook in oefenen. Want we hebben allerlei processen met elkaar geregeld, werkafspraken, systemen die ons ondersteunen. En toch merk je dat als het ergens troef loopt, dan heb je dus iets te doen. En dat kom je tegen. En dan zitten toch veel veronderstelde verwachtingen naar elkaar in samenwerkingsrelaties, valt me op de laatste tijd. Dat is heel herkenbaar. Leren luisteren, hè, diep luisteren. De kunst is om te kunnen bijna te vergeten wat je al weet. Wat je al denkt te weten. En jezelf zo vrij te maken dat je werkelijk kan luisteren. Zonder alle aannames of ideeën die je al spelen. Of de overtuigingen die je zelf meeneemt. Dat is een skill. Dat is iets wat aandacht kost, maar iedereen kan leren. Dus leuk, want als je zo zit te praten, dan gaat het eigenlijk over nieuw leiderschap. Het heeft heel erg te maken met je persoonlijk leiderschap, hè? Met je zelfbewustzijn. Kun je daar wat op reflecteren? Hoe kan dat misschien meer in de picture komen? Of moet dat meer in de picture komen? Of is dat al een onderwerp van wat speelt in organisaties? Wil iemand van jullie daarop reageren? Ik denk dat we, als ik naar mijn managementteam kijk, dan denk ik dat we toch met z'n allen de verwachting hebben dat we wel iets, toch ook een bepaald beeld hebben van de performance van die manager. Van jullie zelf? Van onszelf, zeg maar. Je vroeg ik net van, wat kun je daarvan zien? Ik denk inderdaad dat de een voor de ander soms ook wel experimenteert met andere werkvormen. Als ik voor mezelf spreek, dan is het, bijvoorbeeld een rondje maken in een meeting van wat is voor ons nu actueel vandaag ten opzichte van, we hebben van tevoren een agenda opgesteld en die gaan we puntsgewijs af. Dat is voor sommige mensen al een grote verandering. Een voorbeeld bij mij in het afgelopen voorjaar was we eigenlijk een groepje hadden benoemd tot een regiegroep om bepaalde ambitie naar de praktijk te vertalen. En dat groepje heeft ook voor zichzelf een opvatting over wat dat betekent, dat je gevraagd wordt om in die regiegroep deel te nemen. Groepje van 6 met mij als 7e als manager. Dus we hebben het idee dat we een cluster klaar hebben met elkaar. En tegelijkertijd hebben we dus helemaal niet eens stilgestaan. Niet genoeg stilgestaan blijkt na de tweede sessie. Wat is jouw beeld van in deze regiegroep stappen? En wat is jouw beeld van in deze regiegroep stappen? Dus we hebben eigenlijk onszelf nog even stil moeten zetten. En voor mij was dat ook een moment dat ik dacht, maar hoe dan? Stilstaan. We moeten vooruit. We hebben al 2 sessies hebben we al gedaan. En ik wilde toch eigenlijk zo graag voor de zomer onze ambitieplannen, startklaar hebben. Dus ik heb ook mezelf op de rem moeten zetten. Maar we hebben uiteindelijk een sessie gedaan waar we eigenlijk in stilte zijn begonnen. Echt in stilte. Dat is echt wel even ongemak voor mij, in mijn rol, voor allemaal eigenlijk, als zijnde een regiegroep, die toch een gevoel van voorwaarts hebben. En tegelijkertijd was dat stilstaan eigenlijk een heel mooie aanvoelen van de beweging. De woorden die jij gebruikt in het boek,
die Reijema gebruikt, die passen daar heel erg bij. En dat is niet de spreektaal binnen de organisatie waar ik werk. Maar er is dus wel ruimte om de stilte toe te laten en dan inderdaad te kijken wat zich aandient. Nou, eigenlijk kwam er een heel goed gesprek op gang met een waardevolle diepgang die eigenlijk, nou ja, waarin je dus inderdaad voelt van hé, we hebben eigenlijk een afslag te nemen. Laat onze ambities maar even wat het is. Er is eigenlijk nu iets belangrijkers wat op de voorgrond moet staan. En dan elkaar weer voeden en aanvoelen in hoe belangrijk we dat maken. En wat we dus dan te doen hebben. En daar zijn we nu mee bezig. Dus ja, dat is mooi. Echt wel een andere wending. Ja. Dus je kunt zeggen dat je daar eigenlijk een stap terug hebt gedaan. Want je dacht, ik ben de manager, ik moet hier vaart maken, ik moet trekken. Ja. Maar eigenlijk heb je juist het omgekeerde gedaan. Ja, ja. Je bent gaan stilzitten met elkaar. Ja, absoluut. En je ja. hebt beweging laten komen. Ja. Ja, ja, mooi. Ja. Leuk voorbeeld, dankjewel. Ja. Als een laatste vraag. Als je zou zeggen voor de mensen die kijken en luisteren, wat is een inzicht of een tip als het gaat over nieuw leiderschap? Ik zeg van ja, dit is voor mij, dit heb ik ontdekt of dit is waardevol. Dat zou ik je wel willen meegeven. Vind ik bij jou, wat zou dat zijn? Dat is eigenlijk gedeeltelijk ook het antwoord op de vraag die je voor stelde. Namelijk, wat mijn antwoord zou zijn op de vraag. Nieuw leiderschap gaat alleen maar over mij. Over wat er in mij speelt, wat er in mij leeft. En een ontdekkingstocht in mij en mijn drijfveren. En mijn... Want nieuw leiderschap gaat over inspireren, gaat over lead by example. Dat door anderen iets op te leggen of te denken dat je het weet voor de groep. Maar gewoon die verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. En dat durven. En dat dan ook leidend maken in dingen. En erop vertrouwen dat elk zaadje wat je poot altijd naar het licht groeit. Dat zit in ons allemaal, dat is ons geboorterecht. We willen altijd progressie, we willen allemaal vooruit. En dat er heel veel elementen zijn die ons weerhouden. Heel veel weerstand zit op hoe we dingen doen, of hoe dingen georganiseerd zijn nu. Of, maar het onszelf toelaten te groeien, te ontspruiten, onze potentie te leven, dat is een individueel verhaal. Dat kan ik niet voor jou bepalen, nog voor de groep. Maar kan wel jou inspireren door het zelf te doen. Ja, vind ik leuk wat je net wat je zo zegt. Ik zeg van ja, als ik een impuls heb, ja, om daar iets te bewerkstelligen, laat ik het maar gaan doen. Ja, laat ik het maar voor mezelf doen. In plaats van dat ik het impose op anderen. Oh, wow. Mooi, dankjewel. Ja. En voor jou, Dorien, als je een inzicht of een tip voor de mensen die luisteren, van nou, nieuw leiderschap, dat is eigenlijk wat ik er van weet of in ontdekt heb. Ja, eigenlijk is het, het sluit wel aan bij wat Reema zegt. Ik zou inderdaad geneigd zijn tot zelfonderzoek. En voor mij hoort daar wel mediteren bij. Wat mij betreft, sommige mensen vinden dat toch nog eng en zweverig. En tegelijkertijd is het volgens mij heel erg met de voeten op de vloer, maar ook inderdaad in stilte onderzoeken wat er in je leeft. Want daar word je gewoon wijzer van. Yeah. En dat is niet altijd, is niet nodig om dat in taal te gieten of op te schrijven. Maar je gaat het wel merken in je handelen. Yeah. En dat is in ieder geval, ja, er zijn natuurlijk allerlei manieren, maar voor mij is dat in ieder geval wel. Wat geeft meditatie jou? Nou ja, eigenlijk inderdaad ook het stilstaan en het verdiepen in of kennis maken met de patronen die op de voorgrond staan. Ja, een soort helderheid. Dus, ja, precies. Eigenlijk een soort inzicht. Ja. En elke dag weer leren. En daar ook zelf ook belangstelling voor hebben voor wat er in je omgaat, zeg maar. Want je weet het gewoon soms niet. En het niet mogen weten is daar onderdeel van. Ja. Je weet niet altijd alles. Ja, mooi herkenbaar. Ja. Ja. Dus ik heb het wel gezegd, nieuw leiderschap, dat zijn de stappen naar ontwikkeling, hè? Naar ander, vernieuwen van je leiderschap. Maar dat start natuurlijk heel erg met reflectie en kunnen zien hoe je het nu doet. Ja. Hè? En ik ken ook wel wat je zegt, reflectieve oefeningen. Ja, vooral naar jezelf kijken. Ik sprak van de week iemand die zei van ja, eigenlijk moet je één keer per maand, misschien één keer per week, een no bullshit day hebben. Je zegt, vandaag ben ik helemaal helder over mezelf. He? Niet met oordelen, maar wel even echt in de spiegel kijken. Of al dan niet met feedback van anderen. Laat ik even eerlijk worden over mezelf.
Ja, eigenlijk als in impuls om steeds te kunnen groeien. Hm. Nou, mooi. Ja. Nou, dank jullie wel. Het is een korte tijd. Jullie hebben in het voortraject veel verteld. Sommige stukjes staan ook in het boek, is erg leuk. En in ieder geval dank dat jullie onderdeel zijn van deze beweging.